In dit filmpje gaan we het hebben over vermogen, rendement, joule-effect en dergelijke. We beginnen met het joule-effect. Een broodrooster die geeft warmte af. Ik denk dat dat al duidelijk is. Dus al die energie, elektrische energie, gaat omgezet worden in warmte. En een beetje licht natuurlijk. Een gloeilamp, een oude gloeilamp. Ja, dat geeft een beetje licht af, maar nog veel meer warmte. En bijvoorbeeld uw computer thuis, dat geeft, die doet van alles, hè. Maakt geluid, geeft beelden op het scherm en dergelijke, doet berekeningen, maar die geeft ook warmte af. Want dat ding dat je erin hoort blazen soms, dat is een koeler. We gaan dus even bekijken. Ik heb hier dus een kring en in die kring zit een weerstand, een draad. En ik heb daar twee punten, het punt A aan de positieve kant, het punt B aan de negatieve kant. Wel, dan kan ik zeggen dat de potentiële energie verandert. De potentiële energie is de potentiële energie in A, het einde, in het begin. En dus, want een elektron stroomt dus van daar naar daar. Nu, potentiële energie, even deze formule er nog eens bij te halen, is potentiaal, is potentiële energie gedeeld door Q. Dat hebben we gezien in het vorige hoofdstuk. Dus potentiële energie is eigenlijk de potentiaal maal de lading. Dus we doen dat hier ook. De potentiaal in het punt A maal de lading van een elektron is min de elementaire lading. Hetzelfde voor een andere, min E maal VB. Ik breng die min E naar buiten, buiten haakjes, dan heb ik min E maal VA min VB. En VA min VB is gewoon onze spanning. Dus de potentiële energie is min E maal U. Wat ik wil zeggen, dus dat een elektron gaat zijn potentiële energie verliezen. Dus als het elektron reist van het punt B naar het punt A, gaat de potentiële energie dalen. Nu, wat gebeurt er met die potentiële energie? Die wordt omgezet in kinetische energie. Wat ook logisch is, hè? Hier is het negatief, weet je nog, het negatief, dat ding dat versnelt weg van de negatieve kant. Maar ja, dat kan niet ongehinderd versnellen, hè? Want in die draad zitten allemaal atomen, hè? Het atoomrooster, metaalrooster. En die trillen over het weer, want die hebben een bepaalde temperatuur. Herinner u nog? Het trillen van de deeltjes zorgt voor temperatuur. Nu, als daar een elektron aankomt, dan is dat met een bepaalde snelheid. Die versnelt ondertussen, want die potentiële energie daalt, dus die kinetische energie stijgt. Dus die gaat sneller en sneller. Die knalt daar tegen dat atoom of dat ion. En dat begint harder te trillen. Harder trillen wil zeggen temperatuur, die geeft warmte af. Dat elektron heeft wat van zijn energie verloren, dus die gaat wat trager. Maar dan begint hij terug te versnellen en die knalt tegen de volgende. En ook daar krijg ik weer warmte. En weer hetzelfde. Die is vertraagd, maar dan versnelt hij ondertussen weer en weer knalt hij ergens tegen. En ondertussen gaat mijn draad dus warmte afgeven. Goed. De warmte die afgegeven wordt, QW, Q, het symbool van warmte, deze keer, niet lading, is gelijk aan de verandering van de potentiële energie. Omdat we de warmte gewoon willen weten in een positief getal, het gaat hier over elektronen, zou er constant een negatieve warmte uitkomen. Dus nemen we absolute waarde. En dus de warmte die wordt afgegeven, is dus eigenlijk de lading maal de spanning. Dus hoeveelheid lading. Nu, de hoeveelheid lading, daar is moeilijker mee te werken in de elektrodynamica. We werken liever met stroom. Dus we weten nog van het eerste filmpje van elektrodynamica dat de lading gelijk is aan de stroom maal de tijd. Dus kan ik de formule als volgt schrijven. De warmte is I maal delta T maal U. En U kennen we nog van de wet van Ohm, is I maal R. En houd ik uiteindelijk dit over. Dus de verandering van energie of de warmte die afgegeven wordt is R maal I kwadraat maal de tijd die verloopt ondertussen. En dat noemen we, en dat is in joule, en dat is dus ook het joule-effect. Nu gaan we ook even kijken naar vermogen. Het vermogen is de verandering van de energie in een bepaalde tijd. Die energie hebben we trouwens geschreven als R maal I kwadraat maal delta T. Nu hier ziet u duidelijk dat je delta T hier mag schrappen, en dat we dus P is R maal I kwadraat overhouden. Ook hier weer. Schrijf het iets anders, dankzij de wet van Ohm. De formule zal normaal terug te vinden zijn als P is U maal I. Pui. Zo kun je het onthouden. Dus onze grootheid vermogen, het symbool grote P. De eenheid is de watt en het symbool van de eenheid is de grote W. Een voorbeeldje, een broodrooster. Er staat een spanning over van 230 volt en op de broodrooster lees ik dat die 900 watt vermogen heeft.
De stroom die er dan zal doorvloeien, I is P gedeeld door U, 900 watt gedeeld door 230 volt is 3,91 ampère. De weerstand, U gedeeld door I, 230 volt gedeeld door 3,91 ampère, dat is een brood rooster met een weerstand van 58,8 ohm. Vermogen en verbruik. Want als we kijken naar het verbruik, excuseer, dan ziet u dat we meestal dat meten met zulk een toestel. En er staan andere eenheden op dan gewoon joule. Of wat? Wel, het vermogen is dus de verandering van de potentiële energie in de tijd. Dus kunnen we schrijven dat de verandering van de potentiële energie gelijk is aan het vermogen maal de tijd. Nu, de energie omgezet in 1 uur, bijvoorbeeld door een toestel met een vermogen van 1 kilowatt, die energie gebruiken we als eenheid met 1 kilowattuur. Want dat is de hoeveelheid die hier op staat. Kijk op zo'n meter. Dat is ook waardoor u, met deze eenheid wordt u ook afgerekend door de elektriciteitsmaatschappij. Nu moet u dus 1 kilowattuur kunnen omzetten natuurlijk naar joule. Hoe doen we dat? 1 kilowattuur is 1000 wattuur. Kilo is 1000, hè? 1000 wattuur. En een uur, dat is 3600 seconden. Dus 1000 maal 3600 hebben wattseconden. En wattseconden is hetzelfde als joule. Dus 1 kilowattuur is 3,6 maal 10 tot de 6e joule. Voorbeeldje, een broodrooster verbruikt, dat is een ander dan het juist natuurlijk, moet je aan een ander getal uitkomen, 0,75 kilowattuur in 50 minuten, breken de weerstand R van de broodrooster als er dan 0,60 ampère doorstroomt. Dus de energie betreft hier 0,75 kilowattuur, maal 3,6 maal 10 tot de 6e joule per kilowattuur, geeft ons 2,7 maal 10 tot de 6e joule. Als we even kijken naar onze formule voor de energie of de arbeid die we verrichten, of de warmte die vrijkomt, is delta E is R maal I kwadraat maal delta T. R zochten we, delta E hebben, dat is 2,7 maal 10 tot de 6e, gedeeld door 0,60 ampère in het kwadraat maal 3000 seconden. En 50 minuten is 3000 seconden, is 2500 ohm. Het rendement, want de totale elektrische energie die we ergens insteken, geeft ons nooit de totale en de nuttige energie die we gaan gebruiken. Er is ook altijd een verlies. Ja. Nu, de totale elektrische energie die kunnen we gemakkelijk meten met een elektriciteitsmeter. Maar die nuttige energie, ja, een elektriciteitsmeter zoals dat, de nuttige energie is veel moeilijker te meten en hangt af van de toepassing. Ja. Wil je warmte meten, hoeveel warmte is afgegeven, is redelijk moeilijk te meten, want die warmte gaat in alle richtingen. Dus gaan we spreken van het rendement. Het rendement is de nuttige energie gedeeld door de totale energie. Hoeveel hebben we ingestoken en hoeveel hebben we nuttig uitgekregen van energie? Nu, inderdaad, en deze zal redelijk moeilijk te meten zijn. Een voorbeeld is een gloeilamp met een rendement van rond 7%. Rendement rond 7% wil zeggen de nuttige energie van een gloeilamp, dat is niet de warmte die ze afgeeft, dat is wel het licht. En totaal, ja, we hebben veel meer ingestoken, dus van het totale van 100% zal daar 7% nuttig zijn en een 93% verlies zijn. Vandaar dat gloeilampen niet meer in de handel te vinden zijn. Goed, dat was het. Tot de volgende!